Vijf controleurs in Burger hielden gisteravond rond 11 uur een controle in tram 21. Vlak voor de halte Marconiplein kregen ze het aan de stok met een groep van 5 tot 10 jongeren. Een aantal van hen had geen vervoerbewijs en kreeg daar een bekeuring voor. Daarna gingen de jongens naar buiten en die begonnen tekeer te gaan, de tram in te spugen. Een van onze collega's midden in zijn gezicht. En toen die aangehouden werd, ontstond er een vechtpartij, schermutseling. En een van onze collega's is letterlijk zijn kaak aan twee kanten gebroken daardoor. Dus er is behoorlijk gevochten? Ja, er is één collega echt een snijwond in zijn hoofd. En met name die collega met zijn kaak is heel vervelend. Die zal nu in ieder geval 6 weken lang met een vastgeklemde kaak rondlopen. Toen de politie werd gewaarschuwd, gingen de jongeren er vandoor. De controleurs konden 1 18-jarige jongen vasthouden die meteen is meegenomen door de politie. Vanmiddag werden nog eens 2 verdachten gearresteerd. Ja, en wij gaan als RET nu 2 sporen. We gaan 1 strafrechtelijk vorderen, maar ook civielrechtelijk. Dat wil zeggen dat we alle schade van onze collega's willen allemaal verhalen op de dader. 2 controleurs zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie verwacht op korte termijn meer daders aan te houden.